heel cool en ja, ik ben heerlijk aan het genieten. Echt heel bijzonder, want dat maak je niet elke dag mee of zo. Ja, heb je een beetje zin in? Genomineerd voor de kinderprijs, hoe is dat? Bijzonder. Ik vind het een geweldige ervaring. Ik vind het heel bijzonder dat ik hier mag zijn. Met veel mensen, natuurlijk een groot publiek, vind ik het wel een beetje spannend om hier zo meteen te spreken. Ja. En iedereen is gewoon zo bijzonder op hun eigen manier. En dat is gewoon heel erg fijn om daar dan tussen te mogen staan. Het zijn allemaal kinderen die de wereld een stukje mooier willen maken. En het laat zien dat het niet uitmaakt hoe groot of hoe klein je bent, hoe sterk, hoe oud. Dat iedereen een verschil kan maken in het leven van iemand anders. En dat is het mooie van de kinderprijs. Een enorme bron van inspiratie. En ik hoop dat dat voor iedereen geldt hier, ook in de zaal. Ja, drive, compassie en het gevoel van rechtvaardigheid. En de vraag, wat kan ik doen voor een ander, hè, speelt hier steeds een rol. En dat vind ik heel indrukwekkend. Bijvoorbeeld het verhaal van Isabella. Ik help Oekraïense kinderen nog steeds met vertalen voor hun. En ik organiseer allemaal uitjes en bijeenkomsten om ze thuis te laten voelen in Nederland. Rondom de verkiezingen maken we een podcast waarin we eigenlijk aan de ene kant kinderen willen interesseren in de politiek. Omdat de politiek nog best moeilijk is, nog best ver van de jeugd afstaat. En anderzijds volwassenen willen laten beseffen wat de politieke partijen eigenlijk voor kinderen willen. Jij hebt een rolstoelglijbaan bedacht. Oh, en hoe kwam dat en kan je daar iets over vertellen? Ik had twee vriendjes die af en toe in een rolstoel moesten door operaties. En toen vond ik zielig dat ze niet mee konden doen. Begin van deze zomer had ik een prijs gewonnen, de eerste prijs in Salzburg in Oostenrijk. Dat wilde ik met mijn grootouders vieren, maar die had ik helaas niet, want die zijn overleden toen ik 4 tot 7 jaar was. Dus wilde ik graag bij een zorgcentra gaan optreden, want de ouderen laten mij vaak heel veel aan denken aan mijn eigen grootouders. Dus uiteindelijk heb ik bijna 60 concerten gegeven deze zomer over heel Nederland en België. Ik had ook als boodschap dat andere jongeren dit ook kunnen doen. Hoeft niet per se piano spelen te zijn. Ze kunnen ook gewoon een boek voorlezen of jong leren of kan van alles zijn bij zorgcentra. Want ze worden heel blij gewoon met bezoek al. In het voorjaar kwamen ooievaars over onze school vliegen. En toen begonnen ze nest te bouwen op ons luchtalarm. We hebben de burgemeester gebeld om te vragen of het luchtalarm uit mocht. Toen kregen we ook een wethouder in onze klas. Die kwam ons vertellen dat het luchtalarm 3 maanden uitging. Door bij de Airborne Herdenking in Arnhem een speech te geven, heb ik laten zien dat we alleen maar naar een vreedzame samenleving kunnen werken als we ook weten wat er in het verleden is gebeurd. Dus we kunnen alleen naar voren kijken als we ook een blik op achter hebben. Ik probeer door te geven wat bijvoorbeeld de verhalen zijn van veteranen. En op die manier wil ik andere mensen laten zien hoe kostbaar het is dat wij hier in vrijheid leven. Ik heb een chronische ziekte, gastroparese. En dat betekent letterlijk dat mijn maag verlamd is. En dat is een zeldzame ziekte en heel onbekend. Bij een stichting voor maag en darm was er 1 artikel over gastroparese. Dus ja, daar kom je niet heel ver mee. Dus toen heb ik een stichting opgezet. Soms ben ik een vluchter, kan er niet slechter, zie je mij. Wij zeggen altijd, de jeugd heeft de toekomst, maar de jeugd maakt de toekomst. En daar moeten wij als boomers meer ruimte voor geven. Als je dan hier bent en ziet wat deze jongelui allemaal doen, dan word je weer optimistisch. En denk je, het komt goed met Nederland en de wereld. We moeten meer naar jongelui luisteren. De winnaars van de Kinderprijs 2023 zijn Lars en Merzat. Ik voel me echt heel erg vereerd dat ik deze prijs heb kunnen winnen. Echt heel bijzonder, ja. Elke keer als ik weer kijk, zie ik die mooie verhalen. De krachtige kinderen die een probleem zien en in plaats van wachten of zeuren, zelf een oplossing zoeken. En dat ontroert me echt. Eigenlijk zou ik zeggen dat deze prijs voor iedereen is die mee heeft gedaan. Omdat iedereen echt een hele mooie bijdrage heeft geleverd. Jullie gaan het doen, maak de wereld voor morgen. Door jullie komt straks weer de zon achter wolken. Jullie gaan weer zorgen dat het goed komt. Want je weet, de jeugd heeft de toekomst. Hand omhoog. Hoofd omhoog, ik ben onderweg naar de kinderprijs.